Ja, zijn we weer. Daar zijn we weer. Met de verschrikkelijke ervaring die Maria een paar jaar geleden meemaakte in Douglas. Toen de echte opium nog verkocht werd. Ja. Dat werd door de toenmalige winkel, mejuffrouw die het verkocht, aangeboden als een lekkere frisse geur. Dat is lekker fris. Opium. Hallo, de originele opium. Echt opium. Crazy. Ja, nogal. Maar dat is dus het... dat zie je maar weer hoe verschillende mensen geur interpreteren. Ja. Dus was... De vraag van Maria, wanneer is een geur zoet en wanneer is een geur zwaar? Ja. En dat blijkt mensen, blijken dat dus allemaal verschillend te interpreteren. Ja, klopt. Vertel eens over de roos. Wat vindt men daarvan? Zoet. Vooral Turkse en Bulgaarse roos. Als mensen het ruiken in een geur, dan zeggen ze dat, oh god, dat is heel zoet. Dat ruikt heel zoet naar koekjes. Of dat ik denk, dat klopt helemaal. Tenminste, ja... Dat snap ik dus helemaal niet. Maar hoe ga je daarmee om met klanten dan? Nou, ik probeer wel een soort van neutraal te blijven. Maar ik ga dan wel vragen, wat vind je dan zoet? Want bijvoorbeeld, het ruikt helemaal niet naar koekjes. Nee. Maar hoe komt dat dan? Maar dan ga je dus, dan moet je de onkunde van mensen bespelen. Ja. Omzeilen. Ja, als je niet wil zeggen van... Of doorvragen. Ja, ja. Van hoe... Waarom vind je dat dan zoet? En wat draag je normaal dan? En... Waarom denk je dat dit dan zoet is? En waarom... Wat vind jij een zoete geur? Wat vind jij zoete geuren? Ja, wat ik zo'n zoete geur vind is... Sweet Oriental Dream. Dat vind ik echt zoet. Dat ruikt dus naar... Dat had je gisteravond op tafel staan. Turks fruit. Ja. Heb je oh ja, die was dat waar ik zo enthousiast over was. Ja? Ja. Ja, dit is geweldig. Maar dit is gewoon lekker zoet, toch? Ja. Dat is echt zoet. Dit is echt zoet, ja, klopt. En dan heb ik bij mij mensen wel eens die dan een roze geur zoet vinden. En die dit dan zeggen, oh dat ruikt lekker poederig, lekker fris. Ja. Snap je het? Ja, het is blijkt maar weer hoe moeilijk het is om geur uit te leggen. Ja, dat... Je kunt wel een soort vocabulaire verzinnen. Ja. Maar mensen ervaren en interpreteren toch altijd op hun eigen manier. Het is hun referentie, klopt. Welk het ook is, aan zoet, aan zwaar. Ja. Aan bloemig of wat dan ook. Klopt. Kijk, je kunt heel makkelijk zeggen, gras is groen. Dat weet je dan, dat gras groen is, want het is niet paars. Daar kun je geen paars van maken. Maar nou. je kunt wel doen. Maar met geuren is dat best wel moeilijk, want het is maar net wat jouw brein ervan ja, maakt. Ja, kijk, en zelfs met gras, daar hebben mensen een bepaald idee van. Ja. Maar gras kan ook naar hooi ruiken. Ja. Heb je een ander idee? Het is net hoe de wind erover waait en in welk seizoen het is. Vind ik ook. Maar is dat belemmert dat de verkoop dan? Ja, vooral, kijk, wat ik heel vaak merk is als iemand een geur lekker vindt en dan zit er dus iemand bij, dan gaat het vaak mis als diegene die erbij zit zegt, want in Nederland schijnt het een soort taboe of een vloek te zijn als je zoet ruikt. Want dan is het van, bijvoorbeeld een vriendin zegt dan, dat ruikt zoet. Maar misschien moet je volgende keer niet die vriendinnen meenemen. Nee, ja, dat vind ik sowieso. Zou ik niet zo snel doen. Maar goed, het is wel gezellig. Maar je moet je er niet door laten leiden. Want als je het nou zelf lekker vindt en iemand anders zegt dat ruikt zoet. Nou, dat is toch prima als zoet ruikt. Ja, maar we maken het uit. Ja, ruikt naar bloemen, ruikt naar hout, ruikt naar drop. Ik moet regelmatig zoet op, dat moet. Daar heb ik dan een behoefte of zo. Als ik bijvoorbeeld niet snoep, ook van de periode ze snoep ik niet, dan los ik het zo op. Ja, deze, die vind ik zoet. Maar wel heel chic zoet. Oh, die hebben we vorige keer ook over gehad. Heerlijk is dit. Dit is suikerspin voor volwassenen. Ja, dat vind ik ook zoet, ja. Rode bessen. Ja. Dit is echt zoet. Maar je hebt heel veel mensen die met, zeg maar, rood fruit ook associëren met zoet of niet. Ja, klopt. Of aardbeien. Ja, of, maar dat is een soort logica zit daarin. Ja, terwijl het wordt maar heel zoet gebruikt. Maar gourmandgeur, gebakjesgeur is toch ook zoet? Ja. Maar dat is dan dat mensen het eerder richting meer poederachtig... Ja, het is heel apart. Ja. En het is per land verschillend, hè? Want in Nederland vinden wij zoet moeilijk. Dat durven we niet zo goed. Wat is dan de gemiddelde Nederlandse smaak in jouw ook parfumerie? Ook geen bloemetjes. Meestal hout. Ook bij vrouwen? Ja. Nou, dat is heel interessant, want houtachtige geur liggen moeilijk bij vrouwen. Ja, nee, ja, mij niet. Alles met oet, hout, koffie, dat soort geuren. Maar zodra het te bloemig wordt, of te zoet,
dat vinden mensen moeilijk. Oriëntaals, dat is ook wel leuk. Dat vinden mensen ook wel leuk. Ja, maar, dat oriëntaals, wordt het al zwaar of zoet gezien? Ja. Nee, zwaar. Oké. Ja, maar dat als ik het dan draag, zeggen ze, wat ruik je lekker, wat heb je op? Ja. Als ik het op een blottertje doe, dan is het gelijk, komen we op het volgende, wanneer is een geur zwaar? Ja, ja. Ja, want inderdaad, ik stond dan ooit bij Douglas, dat die verkoopster tegen iemand zei, ik heb een lekkere frisse geur voor u. En toen pakten ze de echte opium. Dat ik dacht, hè? Ja, maar ik val wel op, ik ga vaak wel voor de lol naar de parfumerie toe. En dan, want ik vind het altijd een horror om een parfumeriewinkel binnen de wind te lopen. Omdat die mensen echt op je staan te wachten. En dan, en dat is als een vrouw een geur omschrijven. Of verkoopsters. Ja. En ik vind, jezus, hij, ik geef les, hè. En, ja. Maar dat allemaal geen bal meer uitmaakt, hè. Nee. Mensen lullen maar wat. Ja, volgens om een bepaalde mij geur te verkopen. Ja, dat is wel jammer. En dat is gewoon raar. Ja, dat ze uitgaan van dat de gemiddelde koper, nou, totaal niet kan nadenken. Ja. Of dat ze zeg maar hun eigen Jip en Janneke taal gaan toepassen op elke klant die ze tegenover zich vinden. Ja. Dat is heel raar is dat. Ja, ik vind je hoeft echt de noten niet uit je hoofd te weten, want dat voegt ook niks toe. Maar je moet wel... Nou ja, dat voegt wat toe als je weet hoe ze ruiken. Ja. Ja, als je vanille niet kunt omschrijven, ja, dan heeft het ook geen zin. Als je viooltje niet kunt... Kijk, het viooltje is zoet. Vanille is zoet. Wat is het verschil? Leg het maar uit. Ja. Nou ja, het is echt moeilijk om dat uit te leggen. Ja. Vroeger werden mensen daarin geschoold, maar dat is ook bijna... Nee. Ik hoorde dus van de week dat alle trainsters bij Estée Lauder waren ontslagen. Ja? Ja, dus je hebt dus 15 merken hebben ze. En er wordt nu één persoon voor aangenomen. Nou, maar dat denk ik heeft ook met veranderende tijd te maken. Met Instagram en met Facebook. Ja, ja. Dat wordt op een andere manier gecommuniceerd. Ja. Het wordt volgens mij steeds minder belangrijk... Hoe iets ruikt of wat iets doet. Ja, hè? Ja, ja. Het gaat om de sfeer eromheen. Ja. En dan is het echt gewoon, als je het plaatje leuk vindt, dat is het hele verdomde, vermaleide storytelling. Als je dat leuk vindt, dan heb je de geur ook. Want ik wil nog een keer een experiment doen. Dezelfde geur in alle verschillende presentaties doen. Ja. En kijken hoe mensen dan reageren. Als je van, dit is de nieuwe Givenchy, dit is de nieuwe Chanel. Maar dit is dezelfde geur. Omdat, volgens mij is het allemaal... Ja, ons brein is natuurlijk heel goed in het verzinnen van dingen. En in ook het verzinnen van onmogelijkheden. Ja. En dan bedoel ik mee van, ik kan niet tegen geur, want ik ben allergisch. Ja. Nou, maar dat zeg je tegen jezelf. Dus dat is wat je jezelf aanpraat. Ja. Vaak. Mm-hmm. Of ik krijg er hoofdpijn van, of ik krijg het er benauwd van, of weet ik het wat. Ja, maar...